Ik ben Sibyl Heijnen. Ik ben kunstenaar. Ik woon in Almelo. Ik werk in Almelo. En ik doe projecten over de hele wereld. En dit was een kans om in het Stadhuis een prachtige raambekleding te mogen maken die tegelijkertijd als kunstwerk zou kunnen dienen. Het uitgangspunt bij dit gordijn is specifiek dat er allemaal lijnen moeten zijn die verschillend zijn, waar veel nuances in moeten zitten. Dat als je ook maar een klein beetje draait of een klein beetje van kijkhoek aan het standpunt verandert, dat alles er alweer anders uitziet. En dat vind ik voor deze plek misschien wel het belangrijkste inzicht wat er zou kunnen ontstaan. Ik noem het een waterval van lijnen. En al die lijnen zijn opgebouwd door met handgeknipte elementen die vervolgens gelaagd weer op elkaar gelegd zijn. En ook die gelaagdheid geeft in overdrachtelijke zin een prachtig beeld. Want door verschillende kanten bij elkaar te voegen, krijg je elke keer een ander beeld.